Sergio Pat hield afgelopen zaterdag tegen Vitesse alweer voor de 9e keer dit seizoen de nul. Een mooi aantal waarmee hij zelfs een mijlpaal wist te bereiken. Ik kreeg te horen dat na de wedstrijd dat ik nu tegen elk team in de Eredivisie de nul heb gehouden. Zelf ben ik daar niet heel erg mee bezig. Het is voor later leuk, denk ik, om te kunnen vertellen van... ik heb als keeper van de Eredivisie van FC Groningen tegen elke ploeg de nul gehouden. Maar voor de rest is het gewoon de nul net als anders. De eerste club waar Pat met FC Groningen de nul tegenhield was zijn oude club Ajax. Op 31 augustus 2014 won FC Groningen met 2-0. Oh, Pat, goede reactie. Pat, goede reactie. Waarom? Omdat die Bottegien die bal ineens op zijn kop krijgt. Ja, dat zijn toch vaak de teams waar je als eerste naar kijkt. PSV is maar al twee keer gelukt, denk ik. Twee keer uit. Dus nu gaan we dan maar voor elk team twee keer de nul houden. Hij weet dat hij niet al te veel kan doen, want zo zit hij met een kaart verder. Cabral, Pat. Nou, Valkenburg. Valkenburg nu. Pat op het juiste moment uit. Let zijn eerste actie en nou. Het schot van Kleiber, ja. Hasselbank nu wat ruimte ziet om te schieten. Bal gekraakt. Muren, hoe snel ben je? Muren, snel genoeg. Maar de redding is goed van Pat. Brama. En Pat in tweeën. Het komt wel eens voor dat je echt helemaal niks te doen hebt. En dat maakt ook niet uit. Dat betekent dat we als team verdedigend goed doen. En dat laten we zeker dit seizoen ook en vorig seizoen heel erg veel zien. Dat is alleen maar mooi. Daar komt Pat. En daar is Paulus en daar is Pat opnieuw. Verona voor. En die probeert het ineens. Oh, wat een redding van Pat ook. Duwtje van Berisha. Wordt niet bestraft. En dan is hij voor Pat. Hier is een mogelijkheid. Weer een goede redding van Pat. De tweede. Richting de Jong. En die krijgt hem er niet in. Pat heeft hem op een of andere manier. Koewas. Goed breed gelegd. Het is geen 0-1. Draaiende hoekschop. En een vrije kopkans. En zit hij er wel in of zit hij er niet in? Nee, die zit er niet in. Ook een speler met scorend vermogen. En datzelfde geldt voor Vuskic. Redding is van Pat. Krijgen we steeds vragen terug over het Nederlands elftal. Nou, dat betekent toch dat je ergens wel iets goed doet. Dus dat is alleen maar mooi. Dan ben ik dankbaar voor dat ze weer blij zijn om de positieve Sergio die goed in het nieuws met reddingen komt. En het feit dat die vragen komen, betekent dat je op de goede weg bent. Ja, zit dat nog wel in je achterhoofd, het Nederlands elftal? Ja, daar krijg ik ontzettend veel vragen over. Natuurlijk hoop je dat. Alleen dat heb ik niet in de hand. En ik kijk ook niet naar de concurrenten of die het wel of niet goed doen. Je moet het zelf goed doen. En dan heb je dus voor jezelf alles aan gedaan. Ronjo! Maar die krijgt hem niet langs, Pat. Pat, en daar is hij. Nee, nee, nee! Wat een kans, Jordi Thomassen! Tweede paal staat hier, Mloppa! Pat bokst de bal weg en dan het schot van... Oh, wat een lekker schot, zeg, van de Hutten. De Misevic van Persi, dat is niet echt een geweldig schot. De eerste serieuze schot. Ja. Lauwersen, als hij de bal onder controle krijgt, dan zou hij moeten scoren. Oh, wat een kans voor Hemmen. En wat een goede redding van Pat. Dat is een beste kans en weer een geweldige redding van Pat. Een beste kans voor Vente. De laatste keer dat ik twee tegendoelpunten heb gekregen, is het ook al 16, 17 wedstrijden geleden. Ja, ik moet het ook niet te hard zeggen, want dat zal je net zien. Maar dat zijn gewoon statistieken om trots op te zijn. Niet ik, gewoon het hele team, want we geven gewoon heel weinig weg. En het begint gewoon bij de spits, daar begint het druk zetten. Ja, en daar hebben we niks over te klagen. Komende zondag gaat Pat op jacht naar de 10e nul van dit seizoen. Dan gaat FC Groningen op bezoek bij Sparta Rotterdam, dat 11e staat in de Eredivisie met 27 punten. En het daarmee prima doet. Ja, zeker het eerste deel hebben ze heel veel punten gepakt. Maar ze hebben gewoon een goed team en een heel goed voetballend team. Wisten we voor het seizoen al, we hebben in de voorbereiding tegen hun gespeeld. Met 4-2 verloren daar. Dus het wordt tijd dat we daar nu toch uit een ander vaatje gaan tappen. En gewoon in ieder geval verdedigend goed staan en van daaruit te gaan voetballen om voor de overwinning te gaan. Pat speelde met FC Groningen twee keer eerder een eredivisieduel bij Sparta. Beide keren kreeg hij twee goals tegen. Dan zondag maar voor het eerst de nul houden op het kasteel van Sparta. Nou, dat zou mooi zijn, maar we gaan voor de overwinning. En als we met 3-1 winnen, dan hoor je me dit keer ook niet klagen. Maar het liefst de nul natuurlijk. Is het dan een tijdje niet dat we er één of meer krijgen? Eigenlijk meer dan één krijgen dus.
Dit is zo jammer. Dit is gewoon jammer, want nu moet ik alles weer opnieuw zeggen. Ik was net goed over jou bezig, Mike, over je transfer. Nou. Maar goed, knip dit maar. Knip dit maar en dan... Gaan we gewoon opnieuw. Ja.